Eigenlijk is het een museum, hè, met 900 jaar oud centraal monument in Leiden. En de Pieterskerk heeft ook een hele bijzondere eigen collectie. De Leidse Pieterskerk hoopt daarom in 2022 de museumstatus te bereiken. Je moet aan een aantal normen voldoen, je bedrijfsvoering moet op orde zijn. Je moet de collectie goed beschreven hebben, dat hebben we ook. En je moet een educatieplan hebben. En dat laatste zijn we op dit moment aan het schrijven. Dat de Pieterskerk 900 jaar oud is, bevat ook de collectie objecten uit een periode van de eeuwen. Dus er zit enorm veel variatie in bijvoorbeeld de kunsthistorische stijlen, de personen en de geschiedenissen waar ze mee verbonden zijn. En ja, een mooi voorbeeld daarvan om te laten zien is deze gedenksteen hier voor Jan van Hout. En Jan van Hout is voor Leidenaren natuurlijk een begrip. De collectie gedenkstenen in de Pieterskerk is uniek voor Nederland. De Pieterskerk heeft sowieso de meest gevarieerde en een van de grootste, zo niet de grootste collecties aan gedenkmonumenten in Nederland. En dat geldt ook voor de grafstenen. In de loop der eeuwen zijn hier honderden, zo niet duizenden Leidenaren begraven. Dus onder andere ook belangrijke historische figuren, zoals hier vlakbij de ouders van Rembrandt. Maar ook ja, talloze Leidenaren die hierdoor eigenlijk de band met de stad zo goed zichtbaar maken. Waar het om gaat is dat het monument op zich eigenlijk een museale waarde heeft. En dat zouden we graag onderkend willen zien. Bijkomend voordeel. Dat we opgenomen worden in het museumregister en op die manier ook meegenomen worden in alle uitingen van het museumregister. En dat mensen inderdaad met een museumjaarkaart geen kaartje voor 4 euro hoeven te betalen zoals ze nu, maar gewoon gratis naar binnen kunnen.